Oh, maar ik ben niet graag aan hem! Ik heb altijd al onder een video Don't Try This at Home willen zetten. Nou, Don't Try This at Home staat er nu onder, jongens. Welkom in de Q-Music Jeep. We gaan zo meteen rijden. Het enige probleem is, de benzine is, als het goed is, al helemaal leeg. Ja. Het lampje heeft al aangegeven, joh, je moet een keer tanken. Toen hebben we hem al helemaal doorgereden naar 0 kilometer. Dat ding geeft dus nu al aan, je kan niet meer rijden. Hoe ver denk je dat we komen? Ik denk dat je nog wel... Hij rijdt 1 op 10. Dan denk ik dat je nog 15 kilometer komt. Ik ga voor 30. 25. Dan ga ik toch voor 35 kilometer. We gaan gewoon net zo lang doorrijden tot dat ding ergens stil komt te staan. Ja, we zijn weg. Maar we zouden dus niet meer kunnen rijden. Moet ik dan extra gas geven of juist? Ik zou juist een beetje zijn. Ik zou niet met 130 doortrappen als ik jou was. Ja, hij geeft echt aan tanken. Hoe gaat dat eigenlijk? Wat voel je dan bij een auto? Staat hij in één keer stil? Ik denk dat hij schokkend stil komt staan. Ja? Top. Als we het redden tot Rotterdam, kan je mij dan even afzetten. Ja joh, lopen wij wel terug. Ja. Ja, precies ja. We zijn nog geen kilometer onderweg nu. Maar ik vind het nu al spannend. Ik voel me ook een beetje stom dat we nu naast een tankstation stilstaan en niet gaan tanken. Oké. Gaan we? De snelweg op? Ja. Waarom de snelweg op? Nou ja. We're living on the edge. We hebben een kilometer gereden, jongens. Je kan in ieder geval nog 1 kilometer op een lege tank. Ik vind het serieus, fuck man. Ik riep dit van tevoren al, we gaan gewoon doen. Maar nu vind ik het toch wel eng eigenlijk of zo. Het is best wel een mooie dag om stil te staan. Kilometer 6. Moet ik inhalen, jongens? Zal ik living on the edge gaan doen? Ja. Oké, fuck it. Living on the edge, we gaan inhalen. Ja, deze is helemaal gek. Helemaal gek. Als hij dan nu uitvalt. Ja, als hij nu uitvalt, zijn we wel een beetje fucked, Matty. Moet ik er tussen gaan of te langs? Nee, ik zou niet tussen 2 vrachtwagens gaan zitten. Oké, we gaan er gewoon langs. Oké, we hebben het gered, we hebben het gered. No panic. Lekker pik. Ik zit er dus over na te denken om elektrisch te rijden. Tesla. Ja, weet je, ik ga echt living on the edge en ik ga weer inhalen. Oh man. Ja, maar ja. Ik heb geen zin om de hele tijd achter vrachtauto's te rijden. Hoeveel kilometer zitten we nou? We zitten op kilometer 11. Oh, intussen begin ik me wel comfortabeler te voelen. Hebben jullie dat ook? Nee, eigenlijk helemaal niet. Oh, ik wel. Oh, je rijdt wel echt een beetje... Misselijkmakend. Ja, wel. Wat is er verkeerd aan mijn rijstijl? Ja, het is, als je dan naar links en naar rechts gaat, gaat het... Sowieso dat er nu onder komt staan, ik maar, doe even 2 handen aan het stuur. Oké. Kilometer 14. Het begint me nu opeens op te vallen, hè? Maar dat in deze geluidsbarrière hier, dus van die nooddeuren zitten. Ik heb er nog nooit één opengetrokken. Als we zo meteen stilstaan in de buurt van zo'n deur, dan wil ik dat ook wel een keer doen. Fien, daar zit geen hele aparte wereld achter. Dan sta je gewoon op een fietspad. Dat is geen poort naar Dynamo's. Inmiddels al kilometer 15. Nou wil ik ook winnen. Krijgt de winnaar? De auto. Vet. We hebben zojuist de 18 kilometer op een lege tank aangetikt. Oh, daar gaat hij. Oh. Ja, daar gaat hij. Nee, ik merk hem. Ja, ik merk ja, ik voel hem. Het ja, ook. Voelt. Ik zet hem langs de kant. Nu al? Nog niet? Doorrijden? Nee, doorrijden. Oké. Ik kan niet meer rijden, jongens. Kan je niet meer rijden? Nee. Geef gas vol. Hij doet niks meer. Hij doet niks meer. Start, stop, niet beschikbaar. Ik stap het gas in. Hij doet niks meer. Nee, maar doorrollen. Ja, ik rol door, jongens. Ja. Oh, maar ik ben niet raak. Oh, er staat hier wel een autobedrijf. We zijn nog een autobedrijf. We kunnen meteen een andere pakken. Jongens, hier gaan we. Ik ga zo. Ik ga wat gras in rijden. Het ging zo snel, toch? Of niet? Ja, hij doet helemaal niks meer. Ik voelde hem gewoon wegzakken en in één keer is hij dan al het grip bij jou kwijt en in één keer kan je geen gas meer geven. Echt, als je hem helemaal uitrolt, dan tikken we misschien net de 20 kilometer aan. En dan win jij? Maar dat zou ik mooi vinden. Ik ga hem hier neerzetten. Dan kunnen we namelijk even het gras in. Veilig. Oh, ik kan natuurlijk geen gas meer geven. Dit is het. Dit was het. Ik kan niks meer. Kut dit. Ik wil vooruit. Ik kan helemaal niks meer. Oh, de wegenwacht zit ook achter ons. Oh, echt? Oh, Rijkswaterstaat. Echt? Ja. Oké, op de A2 nu. Zoals je ziet. Maar lekker in de berm geparkeerd, of niet? Heel netjes aan de rechterkant uitgestapt. Hoeveel kilometer? We zijn geëindigd op 19 kilometer. Ik zit er dichterbij. Uiteindelijk, conclusie die je kan stellen aan dit verhaal is, als je een lege tank hebt, kan je dus best nog wel een stukje doorrijden. Ja. Maar ik zou wel gaan tanken, want op een gegeven moment is het gewoon bam en dan ben je klaar. En de mensen van Rijkswaterstaat zijn best wel lief. Kijk maar even, daar zijn ze. Wie heeft de benzine ingepakt? Ik heb gewoon benzine mee, jongens. No panic, gaan we. Oh, hoe werkt dat? Zo. Hoe werkt dit?